en welkom bij Beauty Gloss. Als jullie me al een paar weken volgen, of langer, of in ieder geval een paar dagen zelfs, dan weet je dat ik net terug ben uit Amerika. En wat iedereen massaal vroeg, was een shoplog van Amerika. Spullen die ik daar heb gekocht. Ik heb al wat gefilmd. Eigenlijk gingen bijna alle filmpjes over shoppen. Dus dit laat wel zien hoeveel ik van shoppen hou en hoe graag ik dat doe in Amerika. Maar het was voor sommigen nog onduidelijk wat ik precies had gekocht. En ik heb zelfs eigenlijk niet eens alles gefilmd wat ik heb gekocht. Dus vandaag heb ik voor jullie een hele uitgebreide grote Amerika shoplog. Kijk alsjeblieft even hoeveel ik heb gekocht. Hier komen de beelden. Dit zijn beelden van alles wat nu uitgestald ligt. Dat zie je ook in de thumbnail. Het is gewoon echt heel veel. En ja, laten we snel gaan beginnen. Ik begin met onze eerste aankopen en die waren niet eens in Las Vegas. Wij waren dus in Las Vegas, maar bij onze tussenstop. En het ging allemaal razendsnel. Als je de vlogs volgt, dan heb je het gezien. Maar wij verzamelen dus Starbucks mokken. En we nemen eigenlijk een mok mee van elke plek waar we zijn geweest. En dat is begonnen afgelopen jaar toen we naar Hongkong gingen. Dat was de eerste reis van 2017. En sindsdien hebben we het eigenlijk elke keer gedaan. Als we ergens waren waar Starbucks was, dan namen we een mok mee. We balen enorm dat wij nooit een mok van LA of Californië of zo hadden. Want daar houden we heel erg van. Dat is eigenlijk ons favoriete deel van Amerika. Maar we hebben daar nooit een mok van kunnen kopen. En ineens hadden we een overstap in LA. En ineens was daar een Starbucks. En daar hadden ze als eerste Los Angeles en Californië. Dus we hebben allebei gekocht. En ja, dit waren de eerste aankopen van Amerika. En ja, het zijn gewoon hele, hele leuke mok. Eigenlijk wilden we de soort witte collecten. Maar die kan je dus bijna niet meer krijgen. En we hebben ook een regel, we kopen alleen maar mokken van plekken waar we echt zijn geweest. Dus best wel onze vrienden al zeiden van, zullen we een mok voor jullie meenemen? En wij zeiden, nee, alleen als we er zelf zijn geweest willen we het kopen. Dus dat is een dingetje. Maar goed, mokken. Nou, ik weet even geen volgorde waarin ik dit ga doen. Ik zit echt te kijken naar die spullen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Gewoon echt niet. Maar ik ga maar gewoon beginnen met kaarsen van Bath & Body Works. Want dat hebben jullie kunnen zien in mijn beauty shop video. Een van de populairste video's die ik heb opgenomen in Amerika de afgelopen Cinemonth. Ik vond ze echt zo leuk ook. Maar dit zijn dus de kaarsen waar ik uiteindelijk voor ben gegaan. Als eerste Magic in the Air. En die heeft ook een hele mooie deksel zoals je ziet. En deze, oh, die ruikt echt super fris. Hij ruikt eigenlijk een beetje gewoon als de Bath & Body Works winkel. En dat vind ik heel leuk, want ik vind die geur gewoon super lekker. En ik zet deze heel vaak neer als decoratie achter mijn video's. Dus verwacht deze in de toekomst achter mij. Dan heb ik Let It Snow. Of Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. En die ruikt heel minty. Minty winters. En dan heb ik Winter Candy Apple. En die geur is super lekker. Ik ken hem dus omdat heel veel YouTubers fan zijn van deze geur als Body Splash. Toen zag ik hem als kaars staan en ik dacht, ja, dit is echt een hele lekkere geur. Dus dat zijn de drie kaarsen. Dit zijn best wel zwaar om mee te nemen. Dus ja, het liefst neem ik ze allemaal, koop ik ze allemaal daar. Maar ik heb me ingehouden. Maar ik snap de populariteit van Winter Candy Apple. Dus ik heb ook een Body Splash gehaald en de Body Butter. En die heb ik ook gebruikt terwijl ik daar op reis was. En het is echt een hele lekkere geur. Het is gewoon echt winter en frisse appeltjes. Dus als je een beetje van de DKNY bent, dan is dit echt een aanradertje. Ik heb nog zo'n butter gehaald. Dit is de coconut mint drop. Ook super lekker. En deze droeg ik vooral als ik uitging in combinatie met zeg maar mijn sterkere parfum. Dus een beetje minty coco. En dan heb ik nog drie geurtjes voor in de auto. Als jullie mijn vlogs kijken, dan weet je dat ik een soort van panter dingetje in mijn auto heb hangen. En iedereen vraagt altijd wat dat is. Nou, dat is dus een houdertje voor deze dingen van Bath & Body Works. Ik vind het houdertje persoonlijk niet heel mooi, maar dat was destijds de mooiste die ik kon kopen. Gelukkig hebben ze nu mooier. Ik heb deze met een roze gouden randje gevonden. Dus ik heb deze ook gekocht. En dit zijn de geurtjes die ik nu heb gekocht. Nou, Winter Candy Apple voor in de auto. Dan heb ik Beautiful Day, Pomegranate en Peppermint. En nou ja, je merkt het al, fris en minty, dat is echt mijn ding. En nou, ze hadden niet echt een citrusgeur, anders had ik die wel opgehangen. Maar ja, dit zijn eigenlijk alle dingen van Bath & Body Works. En ik baal, want na die shopvlog, maar dat kan je ook in de vlog zien. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar er was nog zeg maar nog veel meer sale na kerst. Dan de aankopen bij Sephora. De meeste hebben jullie al kunnen zien in de video. Heb ik zelfs ook gebruikt in mijn kersttutorial en de oud en nieuw look. Maar ik ga ze toch even langs en er zijn ook wat dingen bijgekomen die ik later heb gekocht. Als eerste het Desert Dusk Palette van Huda Beauty. Nou, ik denk dat iedereen deze al kent. Ik heb hem voor kerst gebruikt. Hij is fantastisch. Ik ben er helemaal fan van. Dan het Huda Beauty Winter Highlighter Palette. Ik zal hem voor zekerheid even openen. Mocht ik nog niet kennen. Het is echt geweldig. En dan, dit is zeg maar het oogschaduwdoosje. Oh, zo. Yes, prachtig. En dan heb ik ook nog het Tartlet
palet van Tarte. En dit zijn de matte kleurtjes. Ook die heb ik al eens gebruikt. Dan heb ik deze poeder, de Peach Blur van Too Faced. Heel veel commenten ook dat Too Faced in Nederland te koop is. En ja, het is, weet je, soms dan ben ik het soort van selectief vergeten of zo. Weet je, dat maakt ook niet uit. Op dat moment heb ik het daar gekocht, dus dat is nog goedkoper daar. Maar sowieso alles wat je hier ziet en wat mogelijk te kopen is in Nederland of te bestellen, link ik onder de video. Dus check even de links hieronder. Ik heb heel veel gebruikt deze. Ik vind dit zo'n mooie poeder. Dit is een soort van, je voegt het toe aan je make-up als een soort van blurry extra laag. Het lijkt net of je Photoshop op je gezicht hebt, dus love it. Dan de Fenty Beauty Metal Moon Highlighter. Ook deze heb ik mega veel gebruikt. Ik denk bijna elke dag sinds ik hem heb. Ik heb ook die van Huda gebruikt, maar dit is echt een soort van everyday beautiful glow. Dan heb ik het Glam Glow Power Rangers Goldar Gravity Mud Masker. Nou, die heb ik in een maskervideo gebruikt, dus die kennen jullie ook wel. Goud masker. I like it. En de Kat Von D concealer, de Lock It concealer. Ik had toen ook je eyeliner gebruikt en een aantal mensen die zeiden nee, je moet de tattoo liner hebben, maar die heb ik ook getest en die vond ik ook niet goed. Ik weet niet wat er was, misschien ligt het aan de Sephora waar ik was, dat die tester gewoon slecht was of zo, maar ja, ik weet niet, het trok me niet of zo. Maar goed, de concealer is echt top. Dan de extra dingetjes die ik nog heb gekocht. Ik kon het niet laten, dit Huda Beauty Mauve Obsessions oogschaduwdoosje. En dit is een klein doosje en met allemaal, zeg maar, paars, roze-rode tinten. En dit is precies, zeg maar, wat ik mooi vind. Ik hou hier echt van. Als ik dit zie, denk ik, dit kan ik elke dag dragen. Dit is echt een everyday doosje voor mij. En hij is klein en van karton. En ik hou daar echt van. Dit zijn mijn soort van go-to paletjes als ik op reis ben. Ja, ik vind hem helemaal leuk. Ik kon hem niet laten liggen. Dan heb ik nog drie lipkleuren gekocht. Als eerste deze, Huda Beauty in Muse. Die heb ik nu ook op. Ik vind het zo'n mooie kleur. Ik ben normaal niet zo van de donkere of medium kleuren, want bij mij is alles al veel te donker snel. Maar ik vind deze echt te gek. Ik vind hem echt mooi. En zelfs Gregor, die vindt bij mij donkere lipkleuren ook. Dan gaat hij grapjes lopen maken over dat ik er gothic uitzie en zo. Ik had deze op gedaan en hij reageerde echt met, oh, dat vind ik echt mooi staan. Yes. Dan heb ik van Anastasia nog drie liquid lipsticks gekocht. Eentje kennen jullie al, die had ik zeg maar bij de Sephora al gekocht en gebruikt ook bij mijn looks. Dit is Pure Hollywood. Dit is de allerpopulairste kleur, dus de Instagram kleur. En dan heb ik er nog twee gekocht. Namelijk, dit is Soft Lilac. Die is een beetje paarsig, rozig, paarsig. En dan hebben we hier Lovely Liquid. Nee, en dan hebben we hier Lovely. En Lovely is iets meer, ja, roze-rood. Dit zijn de drie kleuren naast elkaar. Ja. Je gaat ze voorbij zien komen sowieso. Want dit is echt, de formule hiervan is echt top. Ik heb deze, de Pure Hollywood. Die heb ik echt zo goed als elke dag gedragen. Zowel overdag als 's avonds. En echt super mooie kleur. Zeker als je benieuwd bent hoe ik deze dingen dan gebruik in everyday looks en zo, check dan mijn vlogs, want daar film ik het heel vaak. Dan ben ik heel vaak aan het filmen wat ik opdoe en ik benoem ook 9 van 10 keer wat ik opdoe. Weet je wel, van dit is de lipkleur van de dag, dit is de blush, de geur, dat soort dingen. Het is een soort van vast riedeltje in mijn vlogs. Dus ja, ik vind het top. Vaste prik, een voorraadje, een deodoranten, Lady Speed Stick. Ik heb er best wel wat gekocht. Aanradertje als je naar Amerika gaat. Bij de CVS en Walgreens is alles ietsje duurder. Het goedkoopst is het als je naar Walmart gaat en dan de duo packs haalt. Dus dat is wat ik steeds heb gedaan. Ik heb de Shower Fresh en Powder Fresh. En dat zijn de meest basic Lady Speed Sticks, maar ook echt de allerbeste. Dus ja, ik doe daar gewoon best wel lang mee ook. En ik weet, je kan ze ook wel in Nederland kopen, maar daar is het echt goedkoop. Ik geloof dat een duo $3 of $4 was. Mega cheap. Dus ja, altijd meenemen uit Amerika. Oh, ik vind nog iets van Bath & Body Works. Ik heb deze Unicorn Foam Berry Bliss Foaming Hand Sanitizer gekocht. Dit is gewoon een mousse hand sanitizer. Love it! Dan ben ik uiteraard ook bij Victoria's Secret geweest. En ik begin met de beautyproducten van Victoria's Secret. Ik heb best wel een aantal maskertjes gekocht. Het was geloof ik 5 maskers voor een tientje of zo. Ik heb er 5 gekocht. Eentje heb ik al gebruikt in het vliegtuig. Dat was echt top. En ik vind ze er super leuk uitzien. Zeg van die sheet masks. En ja, ik hou van sheet masks. Ik vind het super chill mee te nemen. Bijvoorbeeld in het vliegtuig op te doen. En vervolgens dat je huid helemaal pampered is. Ik hou ervan. Dan deze mok. En ja, als je de shopvideo hebt gezien, daar zit een verhaal achter. Want ik wilde per se deze mok hebben. Dit is een mok waar 1 liter in kan. 1 liter. Dat is echt insane. En ik hou ervan. Ik hou van thee en grote mokken. Dus ik wilde per se deze mok. Daar zat in een setje van dit.
Vind ik helemaal niet erg. Als eerste een oogmaskertje van Victoria's Secret, superleuk. Dan Pink Warm and Cozy, de geur en de body lotion. Ik heb deze dus al. Maakt niet uit, want het is mijn favoriete pink geur, zeg maar. Pink is de jongere lijn van Victoria's Secret. En de geuren van Pink zijn ook iets anders dan bijvoorbeeld Love Spell en zo. Dat zijn de wat meer volwassenere geuren. En dit zijn de, ja, gewoon alle leeftijden wat frisser. Meer mijn ding, ik hou gewoon van frisse geuren, zeg maar. Nou, maakt niet uit, dan heb ik er nog eentje. Het is een body splash en een body lotion en dat zat ze bij elkaar. Maar toen kwam ik dus bij de kassa en toen zei ze van, je weet dat zeg maar van alle cadeausets en zo, twee halen, één betalen is. Dus je kan nu nog een mok halen. En toen zei ik, maar kan ik dan ook een ander cadeauset halen? Ja, dat kan ook. Dus toen heb ik heel erg getwijfeld, maar ik ben uiteindelijk voor deze gegaan. Kijk even hoe cool dit tasje is. Dit zijn dus vier body splashes, minis van Pink. Degene die erin zitten, ik zal ze eruit halen. Sweet and Flirty. Dan hebben we Fresh and Clean. Dan hebben we Cool and Bright. En dan hebben we Warm and Cozy weer. Dus ik heb er nog één. Maar maakt niet uit. Het is echt zeg maar mijn go-to pink geur. Dus dit kan altijd. En een body splash is natuurlijk veel lichter dan een parfum. Dus het is meer iets wat je meerdere keren op een dag opdoet. En ja, gewoon in je auto eentje neer kan leggen. En niet dat je dan zeg maar een hele dure parfum in je auto hebt liggen. Maar gewoon een kleine body splash, weet je. Dus ja, dus dat zijn de beauty dingen. Dan nu de kleding. Nou, wie mij lange tijd volgt, die weet dat ik altijd met heel veel Victoria's Secret kleding terugkom. Want I love Victoria's Secret kleding. Maar de laatste jaren is het een klein beetje achteruit gegaan. Dat heb ik volgens mij vorige keer ook al gezegd, maar het valt een klein beetje tegen. Ik denk dat ze een andere fabrikant hebben of andere stoffen gebruiken. I don't know. In ieder geval, ik heb alsnog wel wat gekocht hoor. Niet mega weinig of zo, maar ook niet zoals vroeger. Dan kocht ik echt wel gewoon hele pakken, weet je wel, broek en trui en dan meerdere. En ja, het is bij mij ook een vaste prik om altijd een vliegoutfit te kopen bij Victoria's Secret. Dat is echt mijn ding. Nou, wat ik heb gekocht is twee truien. Als eerst deze paarse, Love Pink, en dezelfde in het groen. Dit was eigenlijk de enige trui die ik echt goed vond zitten, mooi vond, goede kwaliteit, goede kleur. En één daarvan heb ik ook in gevlogen. En dat zijn eigenlijk de enige bovenkantjes die ik daar heb gekocht. Kijk daar gaan. Vroeger kocht ik zoveel meer. En er was zelfs nog sale. En in de sale, het viel gewoon allemaal tegen. Ik dacht echt... Dan heb ik één joggingbroek gekocht. En daar heb ik ook in gevlogen. En dat is deze schaapachtige, fluffy, zwarte... Ja, schaapjoggingbroek. Zit super lekker. De broeken vielen me echt tegen. Qua pasvorm vooral. Er is iets gaande daar met de pasvormen. Ik weet niet, maar vroeger zaten al die broeken perfect. En nu is het gewoon... Ja, ik weet niet, ze hebben ze korter gemaakt of zo? Alsof je zeg maar... Alsof je een heupbroek wil dragen... Als je een comfy dag hebt. Nou, liever niet ik zelf. Maar anyway, ja, dus ik heb één joggingbroek gekocht. Maar waar ik echt los ben gegaan, dat zijn de workout leggings. Ik heb jaren geleden ooit 6 leggings gekocht om te sporten. Ik deed dat toen, dat was toen ook een soort van sale. Ik weet niet meer wat. Het ene geval was een sale, dan per 2 en dan heb ik 3 keer 2 genomen. En dan lang, gemiddeld en kort. Beste aankoop ooit. Nog echt tot de dag van vandaag draag ik die broeken. Ze zijn zo lekker als ik ga sporten altijd. Soms als ik thuis zit. Het zijn echt de beste leggings ever. Alleen, omdat ik ze zo intensief al een jaar of 4 geloof ik draag. Het grootste deel is nu al kapot. Als in dat er hier en daar een gaatje zit. En op een gegeven moment dacht ik ook, oh, ik moet ze echt gaan vervangen. Maar oh, ze zitten zo lekker. Goed, ik heb nu vervanging gekocht. Daar komen ze. Er was namelijk ook een aanbieding. Het was $2 voor $50. En dat is normaal. Ja, normaal zijn ze geloof ik 50 per stuk. Dus dat vond ik echt een hele goede deal. Een heel goed moment om nieuwe te kopen. Ik heb als eerst deze. Met een witte band. Pink. Ze zijn niet heel spannend. Het is gewoon letterlijk een zwarte legging. En sommige hebben dan ook een zakje waar je iets in kan doen. Niet dat ik dat gebruik. Maar het heet de Pink Yoga Pants. Deze. Dan deze met een roze band. En hier wit aan de zijkant. En dan pink staat er hier. En dan deze met turquoise of groen, zwart. En deze met peachy pink. Bij deze heb ik iets heel stoms gedaan. Ik heb hem al gemold. Oh, echt. Oké, er hangt zeg maar een kaartje hier aan. En ik trek het altijd eraf. Ik heb wel altijd een schaartje mee op reis. Maar bij deze was het... Oh, hij zit niet goed. Hij zit niet... Ik trek hem wel even. En toen heb ik een gaatje gecreëerd. Crap. Jammer. Dom. Mijn fout. Maakt niet uit. En dat was het. Dus ik heb 4 workout leggings van Victoria's Secret. Ik kan dus weer een tijdje vooruit. Ik heb ook wat andere leggings gekocht. Die ga ik nu laten zien. Eerste deze. Ik weet niet meer of het bij Target of Walmart. Ik denk bij Target dat ik deze heb gekocht. Vond ik echt heel erg mooi met een soort van holographic groen.
En deze zwarte, nou die heeft eigenlijk Gregor voor me gekocht. My husband buys my outfit. Mocht je hem niet hebben gezien, hij heeft allemaal leuke dingen voor me gekocht. En ik heb alles gehouden. Je gaat het ook zo terugzien hier tussen, want het ligt gewoon aan mijn hoop en Amerika spullen. Gewoon een basic zwarte legging. En dan heb ik nog een legging, die is zwart-grijs, lichtgrijs, maar die ligt in de was. Ah, damn it. Ik dacht dat ik alles eruit had gehad, maar ik zit ineens te denken, die heb ik net in de was gegooid. Maakt niet uit. Oké, er is nog een legging. Dan ben ik ook bij Urban Outfitters geweest. Echt een winkel die ik super, super leuk vind. Alleen, ze hadden helaas niet zoveel in mijn maat. Het was echt een beetje, alles was op. Ik heb daar ooit een hele leuke roze Champions trui gekocht. En die wilde ik eigenlijk ook in het groen. Hadden ze niet in mijn maat. Wilde ik in het lila of babyblauw. Hadden ze niet. Uiteindelijk kwamen ze met deze. Die vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Dit is een Champions hoodie in raspberry, zoals zij dat zeiden. En er staat hier Champions op. Hij is heel dik en warm. Dit is gewoon als je het ijskoud hebt. Ja, en ik vind hem super cute. Leuk kleurtje ook. Ik hou ervan. Ik hou van comfy kleding, dat weten jullie. Ik ben ook echt heel erg blij dat dit nu een trend is, weet je wel. Comfy, sporty, chic, whatever. Love it, echt. Dit is me. Dit ben ik. Kijk wat ik nu aan heb. Dit is gewoon, ja. Dus ja, Champion trui. Dan heb ik nog een hoodie gekocht. Oh, ik vind deze zo leuk. Van Britney Spears. Is zo leuk. En er staat ook op de zijkant Britney. En ik ben naar Britney Spears gegaan, naar haar concert. Het was geweldig. Check de vlogs ervoor. Ze playbackte het volledig. Maar dat maakt niet uit, want ik ben echt de grootste Britney fan ever. En dit was echt gewoon heel bijzonder dat ik mijn grootste idool in het echt heb zien optreden. Ik heb ook nog dit shirt. Nou, die had eigenlijk Gregor voor me gekocht. Maar dit is ook van Urban Outfitters, ook een Britney shirt. Kijk hoe cute, I love it. Ik had ze ook allebei aan. Dus ik had naar het concert had ik deze aan, daaroverheen de hoodie. En dan als het warm werd, deed ik hem uit. Ja, still Britney. Weet je, ik ben echt gewoon mega fan. Dus dat zijn de drie dingen van Urban Outfitters. Love Urban Outfitters, alleen ja, jammer dat het heel veel op was. Ja, ik denk door de sale-periode. Er was gewoon heel veel in de sale en dan moet het gewoon allemaal op natuurlijk. Dan heb ik een super fluffy rode badjas gekocht. En deze heb ik bij Walmart gekocht. Ik hou het niet meer bij, jongens. Volgens mij Walmart. En dat komt omdat ik heb twee badjassen die ik thuis draag. Een witte en een babyblauwe. En die wissel ik om. Maar op een gegeven moment dacht ik echt van, het zijn altijd die twee. Bijvoorbeeld bij zo'n maskervideo of iets. Ik heb altijd dezelfde badjas aan. Dus ik ging even kijken. En deze is mega lang. En ik vind dat zo lekker. Een lange badjas. Ik kan daar gewoon echt in leven. Echt gewoon, als ik thuis ben en ik hoef nergens heen. Het liefst sta ik op, ga ik douchen. Hou ik een badjas aan. Totdat ik weer naar bed ga. En val ik nog in slaap in mijn badjas, zeg maar. Dat is hoeveel ik hou van badjassen en kamerjassen en zo. En ja, ik heb ook letterlijk tegen mezelf op een gegeven moment gezegd van, het is niet erg om de hele dag in je badjas te zitten. Als ik voor mezelf werk en ik doe mijn eigen ding, waarom ook niet? Het is super chill, comfy. I love it. Anyway, ja, deze hele fluffy, hij is heel licht wel. Hij weegt niet zo heel veel. Ja, luchtige badjas. Ik hou ervan. Dan deze lichtroze fluffy jas. Die had Gregor voor me uitgekozen. En ik vind hem zo leuk. Ik heb hem echt bijna elke dag gedragen sinds ik hem heb. Ik vind hem heel mooi. Het is echt mijn stijltje ook. Het is ook niet te overweldigend bont, zeg maar. Weet je wel, van oh, poef, poef. Maar gewoon ja, zacht en aaibaar en lichtroze. Ik hou ervan. Ik heb de capuchon eraf gehaald. Want Foefje vond dat mooier. En inderdaad, ik heb hem maar gewoon echt serieus weggedaan. Ik ga hem toch nooit dragen. Dus ja, mooie nieuwe jas. Want ik heb meegenomen naar Nederland. Echt om heel eerlijk te zijn. Oh, kijk, mij is Russisch zijn trouwens. Kijk even, dit is zeg maar Russian girl. Dit is nepbond uiteraard. Ik heb meegenomen dat ik eigenlijk zoveel mokken had die ik zeg maar in wilde wikkelen. En dit leek me nou de perfecte poofiness. Maar ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Ik weet nog niet zo goed, maar gewoon ook de kleur en zo. Je weet je, voor als het koud is, als ik buiten ga lopen om dan maar even zo te doen. Ja, yeah, I love it. Ik heb hem toch meegenomen. Ik heb hem niet teruggebracht naar de winkel. Nee, ik vind het een leuk ding. Dan hebben we hier het stippeljurkje wat ik van Gregor kreeg, wat hij uitkoos. Zo cute. Check even de video, My Husband Buys My Outfit. Ik vind dit echt een leuk jurkje en ik zou hem zo aandoen. Echt helemaal mijn ding. Ook het NASA shirt, en die zit ook in die video. Ja, die vind ik echt superleuk. Ik heb hem ook echt gedragen in Las Vegas. En hij is wat stoerder, maar ik hou er wel van. Ik vind het leuk. Dan de blouse die hij voor me uitkoos, de wat langere blouse. Heb ik nog niet aangehad, maar ik heb hem wel meegenomen naar Nederland. Gewoon een chique blouse. Dan deze gekleurde trui. Dit is een soort van grof gebreide trui met allemaal kleurtjes erin. Vind ik wel een soort van psychedelic-y leuk. Ja, nee, dit is een grappige trui. En ik denk zeker voor Nederland is dit echt zo'n perfect kledingstuk. Een beetje warm, niet te heet. Prima voor nu. Wat wel echt super warm is, is deze extreem fluffy, schaapfluffy-achtige trui. Dit is echt zo'n thuis comfy draagding. Sowieso best wel veel comfy. Ik heb eigenlijk alleen maar comfy dingen gekocht.
ik kom niet terug met... Ja, ik heb wel een jurkje, die heb ik later gekocht. Maar ik kom niet terug met, zeg maar, jurkjes met pailletjes en weet ik wat allemaal. No, this is my life, this is me. ja, nee, in ieder geval, deze vond ik ook bij Walmart, geloof ik. Gewoon heel erg comfy voor thuis, voor een hele koude dag. En dan heb ik nog 3 shirtjes. Dit sportshirt, ziet er zo uit. Ah, en er nog een babyblauwe ook, die zit in de was. Goed, niet heel boeiend of zo. En dan heb ik ook nog bij Ross. Ross is echt een hele grappige winkel. Dit is zeg maar een soort van afgeprijsde winkel met hele goedkope kleding. Waar echt superleuke dingen tussen hangen. Doe een beetje denken aan TJ Maxx. Daar heb ik 2 shirtjes gekocht. Omdat ik echt, mijn kleding was op. Ik had niks meer om te dragen. Deze, dit was dus $6. En een heel basic groen shirt. En die was geloof ik $5. En dit zijn echt dingen die blijf ik echt nog 8 jaar dragen. Want zo ben ik. Oké, dan komen nu de laatste beauty dingetjes. Dit zijn hele random dingen allemaal. Ik heb dit gekocht. Ik weet niet hoe het heet. Sleep Styler of zo. Sleep, ik don't know. Ik heb het kartonnetje weggegooid. Het staat er gewoon niet eens op. Maar dit heb ik, zeg maar, we zaten thuis in de hotelkamer Shark Tank te kijken. We vinden allebei Shark Tank superleuk. En daar zag ik een vrouw en die had dus dit ontwikkeld. Het zijn een soort van foam rollers die je haar doet. En dan voordat je gaat slapen was je haar en dan rol je natte haar erin en het droogt op in de memory foam microvezel roller, zeg maar. Ik vond het zo slim en het zag er zo goed uit. En toen zag ik ineens, liepen we door de Walmart of zo en toen zei ik, kijk, dat zijn die dingen van die vrouw. Dus toen heb ik ze gekocht, best duur nog eigenlijk trouwens, $30. En ik heb ze 2 keer nu getest. Lastig. Ik moet er denk ik nog even mee spelen, maar we zullen zien. Ik bedoel, ik heb nu rollers ingedaan van thuis, gewoon, weet je, omdat ik nu aan het filmen ben ook en zo. Even tussendoor, als ik er verrot uitzie, dat komt omdat we vanochtend aan zijn gekomen op de vlieg. Ik heb zeg maar bijna niet geslapen en zo. Just saying, ik heb me helemaal geglamd omdat ik anders eruit zie als... Anyway, ja, waar hadden we het over de rollers? Ja, ik moet het nog even testen, maar... Lastig. Ik heb een unicorn masker gekocht. Anti-blemish sheet mask. Ik weet niet waar ik deze heb gekocht. $4. Best duur voor een sheet mask. Ik had ook eentje met een, van een walvis gekocht. En die heb ik al gebruikt ook in de hotelkamer. Ik heb best wel veel maskertjes ook opgedaan. Want ik heb heel erg last van het water daar. Het water. Ik heb heel erg last van het water. En dat uit zich in mijn haar. Dus mijn haar zag er niet uit. Het werd gewoon gelijk weer vet en zuur terug. En ik, vooral mijn ogen. Ik heb er altijd heel erg last van in Amerika. Mijn ogen. Dat komt door dat chloor in het water. Ik weet niet. Ik heb hele gevoelige ogen. En ja, waren gewoon de hele tijd rood doorlopen. En irritant. Mijn huid is echt... Nou, maar dat komt ook door het eten daar. Laten we even eerlijk zijn. Als je de vlog volgt, dan weet je... Wij houden van slecht eten in Amerika, zeg maar. Ik eet dan, als ik op reis ben, niet vegan, maar vegetarisch. En ondanks dat ik geen vlees en vis eet... Er gaat, zeg maar, kilo's aan kaas op en zo. En echt gewoon, je komt er bijna niet aan onderuit. Wat? Anyway, dat dus. Maar goed, dus ik doe maskertjes op en zo... om het soort van proberen te redden. Een tip met tandpasta. We hebben er al eentje opgemaakt. Dit is de Advanced White van Arm & Hammer. Wij zijn best wel fan van Arm & Hammer. Dat is van baksoda. En in Nederland is dit merk helemaal niet zo groot. Je kan hier en daar baksoda kopen van Arm & Hammer. Maar in Amerika hebben ze echt alles ervan. Craig was bijvoorbeeld mega fan van de deodorant ervan. De tandpasta is goed. Je hebt wasmiddel ervan. Je hebt eigenlijk alles. Het is allemaal geurloos en het werkt allemaal. Dan heb ik lenzenvloeistof en dat komt door de slijm die ik heb gemaakt. Ik wilde het eigenlijk eerst achterlaten, maar toen dacht ik, waar slaat het op? Misschien komt het nog van pas als ik hier een keer slijm wil maken of whatever. Het is prima lenzenvloeistof. Het is van vloeistof. Oké, jongens, ik moet echt wakker blijven. Het liefst ga ik nu een dutje doen, omdat ik tijdzone is en zo, maar blijf wakker. Daarom kom ik een beetje gek over misschien. Maar oké, van Equate is het. Het werkt om slijm te maken. En dan heb ik pleisters. En dit is food adhesive bandages met donuts en frietjes en ijsjes erop. En op de een of andere reden nemen we altijd pleisters mee. Het is echt heel grappig, want ze hebben altijd hele leuke pleisters daar. Dus ja, weer een doosje pleisters. Ik heb dit ding meegenomen. Als je de laatste video zag van December Cinnamon, dit was mijn slijmlepel als het ware. Ik was echt op zoek naar ten eerste de ingrediënten om slijm te maken. Maar ten tweede, ik had ook een kom nodig en een lepel. En toen zag ik deze. Ik dacht, het is zo'n ijsscoop ding. Het zal wel goed zijn. Maar het was zo lekker om mee te werken en hij weegt niks. Ik vind hem zo leuk. Ik ga de dingen gewoon vaker gebruiken om mee te koken en zo. Ja, ik denk neem maar mee. Dan komen nu de wat zwaardere porseleinen dingen. En ik begin met een mok. Deze. Zo leuk. Dit komt van Target. Hier staat You Make My Heart Smile. Ik vind hem zo cool.
Sowieso, al die mokken daar zijn leuker. Alles is leuker in Amerika in de winkels. Maar de mokken zijn echt, oh, dat je denkt van, hier word ik nou blij van. Dat ik elke ochtend opsta, koffie maak en hier naar kijk. En dan, oh. Zo ook, deze mok. Kijk nou hoe cute. Kijk hoe leuk. XOXO en dan met een gouden hendel en een roze. En, oh, ik vind het echt fantastisch. Je moest me echt tegenhouden om niet nog meer mokken te kopen. Er waren zoveel mooie mokken. En we hebben natuurlijk ook al die Starbucks mokken. En ja, ik zag ook bij de Urban ook echt zulke leuke mokken. Ik dacht, ik wil ze allemaal hebben. Ik wil eigenlijk alle basic mokken die we hebben eruit doen. En dan gewoon allemaal hele leuke mokken bewaren. En dan heb ik ook nog deze twee dingetjes. Deze komen van de Target. Dit zijn een soort van schoteltjes. Ja, dit zijn schoteltjes. Lila met XOXO en dan een diamantje met goud. Ze deden me heel erg denken aan mijn planner. Masha planner. Ja, ik weet niet. Ik hou heel erg van die vibe van metallic met lila en babyblauw. En gewoon, je ziet het terug in mijn planner stijltje ook. Dit is, het geeft me een soort van rust of zo. Dus ik zag dit en ik dacht, dit is leuk voor sieraden. Dus zeg maar, om hier sieraadjes op te doen. Of, I don't know, misschien de beauty blender. Of, dus je, het gaat in het Masha beauty hoekje in de kledingkamer. En ik vind ze heel erg cute. Er komen nu de dingetjes voor plannen en organiseren en stickertjes en dat soort dingen. Ik ben er helemaal gek op. Ik ga wel persoonlijk in vlagen. En dat weet ik ook van mezelf. Van de ene keer ben ik helemaal niet van de stickers. En het andere moment zit ik alles onder te stickeren. Maar wat ik altijd al heb gehad, is dat ik het leuk vind om die dingetjes te, nou, sparen is een groot woord. Maar als ik iets leuks zie, dan koop ik het wel. En dan vind ik het leuk om in mijn, zeg maar, ik heb zo'n blikje waar ik het in bewaar, om het daarin te doen. En dan af en toe gebruik ik het voor mijn planner bijvoorbeeld. Om te beginnen, deze Persien stickers. Die heb ik van Gregor cadeau gehad voor kerst. We zouden niet aan cadeautjes doen, maar ik kreeg dit. En een oogmaskertje van Persien. Superleuk, superlief. Dit zijn poofy stickers, dus die zou ik niet zo snel in mijn planner doen. Want dan krijg je van die bobbels. Maar misschien erop of op iets anders. Oh, ik vind Persien zo leuk. I love Persien. Dan planner stickers. Deze. Dit zijn, wacht, zal ik ze close-up laten zien? Ja, ik denk het wel, hè. Ik ga heel even ietsje dichterbij zitten, zodat jullie het een beetje kunnen zien allemaal. Deze stickers zijn van Creative You. En dit zijn echt speciale planner stickers. Kijk ook even op de achterkant. Sowieso vond ik het super leuk om te zien hoeveel planner stickers er waren. Planners vielen me een klein beetje tegen. Ze hadden, nou ja, eigenlijk, ik heb er geen één gezien die, zeg maar, de stijl van mij had met die kolommen. En dat is mijn favoriete stijltje. Anders had ik er misschien nog wel eentje kunnen meenemen. Ook gewoon voor mezelf. Voor, weet je wel, ik zit uit beeld omdat die anders niet goed focust. Maar ook gewoon voor mijn eigen onderzoek. Weet je wel, wat is er allemaal? Maar uiteindelijk heb ik dus alleen maar stickers meegenomen. Deze zijn super cute. Deze, die zijn ook van Creative You. Hetzelfde. Er staat dan Don't Forget, Look Here. En dan de maanden. En je had heel veel van dit soort setjes. Een aantal ervan waren ook heel erg op de kerk gericht en zo. Weet je, anders stond er van prayer en dat soort dingen. Nou, die heb ik dan niet gekocht, maar de andere dus wel. Deze, meerdere velletjes, staat ook op de achterkant. Deze, die vind ik echt super leuk. Echt heel erg leuk. Dit is een stickerboek wat je eigenlijk in een planner met drie gaatjes kan doen. Maar ik ga het gewoon als los boekje gebruiken. En er zitten ook allemaal van die stickertjes in. Ja, ook een beetje in de kleuren die ik leuk vind. Ik let ook heel erg gewoon op het type sticker, zeg maar, qua kleur. Of het past bij mijn stijl, wat ik leuk vind. Niet hele extreem felle kleuren en zo. Ik hou meer van zacht pastel. Zoals bijvoorbeeld deze alpaca stickers. Er staat, you're a llama, no problem. Ja, zijn nou llama's of alpaca's? I don't know. Het zal wel. Ik vind ze cute, ik vind ze leuk. Het is misschien een beetje kinderlijk, maar ik hou gewoon van dit soort dingen. Hier heb ik donuts en die ruiken naar donuts. Dan kan je krassen en dan ruiken ze ernaar. Scented sticker. Iemand commentte ook vet grappig bij die video. Volgens mij was dit de Target of zo. Van Marja die zegt, ze ruiken lekker. Oh, mijn mand in. That's me. Ik ben ook zo. Het is gewoon, ik vind altijd, weet je, als ik dan dat film en dan zit ik te editen en dan denk ik, ik vraag me echt af of mensen dit ook zo voelen als ik, dat ze dan in de winkel zijn en denken, ah, dit ben ik, dit neem ik, precies zo winkel ik ook, weet je wel. Want ik ben me er bewust van dat iedereen anders is. En misschien kijk je het en denk je echt, weet je wel, wat doe jij? Waarom koop je zoveel stickers bijvoorbeeld? Maar goed, in ieder geval, tot nu toe heb ik alleen maar een hele leuke reactie gehad. Dan heb ik nog zo'n pakje van Creative You. Vinden jullie pakje trouwens ook zo'n vies woord? Creative You stickerboek. Weer met allemaal verschillende. Ik kan hier zo lang mee vooruit. En weet je, ik kijk ook gewoon voor mezelf voor inspiratie en zo. Wat ik eruit haal. Wat gebruik ik nou echt, wat niet. Wat is handig voor mijn eigen planner om misschien iets te doen, weet je wel. Dan heb ik page flags. Dit zijn van die stickertjes om een pagina te markeren. Ik merk dat ik dat heel vaak gebruik. Echt niet alleen bij mijn planner, maar ook bijvoorbeeld bij een boek wat ik aan het lezen ben. Ik lees vaak meerdere boeken tegelijk. Dus dan, weet je, heb ik eentje op mijn nachtkastje, eentje in de huiskamer.
En waar ik ben gebleven. Ik heb meerdere notitieboekjes die ik gebruik. Als er iets belangrijks is op een bepaalde pagina. In mijn boekhouding vind ik dit soort dingen heel handig. Ik vind deze echt heel erg mooi. Dan heb ik nog zo'n page flag setje. Dat zijn een soort druppels. En dan heb ik ook deze. En dan heb je 3 kleintjes en 1 grote. Dit zijn bijna een soort van tabblaadjes al. Daar kun je dus zelf tabbladen mee creëren. En dit was $1. Ja, ik vind dat gewoon super cheap. En dan heb ik ook boekenleggers. Eigenlijk, ja, er staat de ene is... Hier, wacht. Dit zijn de boekenleggers. Dit zijn metalen boekenleggers die dan magneet zijn. Vind ik zelf heel handig. Ook om te onthouden op welke pagina ik ben. En dan heb ik deze paperclips. En ik gebruik dit dus ook als een soort van boekenleggertje. Dus bijvoorbeeld in mijn planner. Om te laten zien in welke week ik zit. Ik heb 2 rolletjes washi tape gekocht. Wit met zilveren stipjes. En deze glitterroze. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Het heet ook echt glittertape. Komt geen glitter af, toch? Nee. Heel erg leuk. Ik hou van dit soort tapejes. Ik gebruik het niet alleen voor plannen. Ik gebruik het voor van alles. Ik gebruik zelfs mijn kruidenpotjes om met washi tape te markeren en zo. Dan heb ik iets gekocht wat ik echt al zo lang wilde hebben. En dat zijn post-it notes sheets. Dat zijn zeg maar... Het is bijna notitiepapier op een post-it. Dus mega post-it. In neonkleuren. Ik vind het echt mega, mega, mega handig. Als ik bijvoorbeeld bij mijn planning de week invul en alvast op een post-it op de volgende dag of volgende week al wat dingetjes schrijf. Maar vaak zijn die post-its net iets te klein. Dit is echt een grote en ik hou daar echt van. Ik had dit nodig. En ik heb dit ding. Trouwens, ik zit heel dichtbij nu, maar ik blijf hier nu zitten. Dit is zo leuk. Kijk nou, dit is een bordje om dus letters in te doen. En ze hadden dit in verschillende kleuren, maar ik vond deze leukst. Hoe leuk is dit voor op kantoor? Om daar dan een boodschap in te zetten. Leuk toch? En dan heb ik wat kaartjes gekocht. Wij vinden het super leuk om in Amerika verjaardagskaarten te kopen. Alleen voor het eerst ever viel alles tegen. We hebben in Target, we hebben in Walmart gekeken. We halen dan een stuk of, nou weet ik veel, 15 kaarten. En die bewaren we dan hier. En dan als er een keer iemand jarig is, doen we een cadeau met een kaart. En echt 9 van 10 keer dan zeggen mensen, hoe kom je aan die kaart? Weet je, dan is het echt zo'n extreem Amerikaanse glitter card met alles erop en eraan. En dan hebben we die meegenomen en ja... Die kan je hier dan niet vinden, dus dan is het zeg maar bijzonder. Maar het viel tegen. Maar wat ik wel heb gekocht zijn veel blanco kaarten. Want dat gebruik ik nog veel vaker dan verjaardagskaarten. Want ja, weet je, als ik iemand wat geef of iets stuur naar iemand... Ik pak altijd een blanco kaartje en doe die erbij. Nou, ik zal even laten zien. Deze, Why Hello There, lichtroze met goud... Dit, ja, weet je, het is niet blanco, maar het is zeg maar, dit kan voor alles. Dus dit kan voor, ik zeg maar, als ik een keer een winactie heb die ik opstuur, dan schrijf ik hier wat in. Of als ik iets cadeau doe aan iemand zomaar, dan doe ik een kaartje erbij. Dit is zeg maar universeel. Hello, deze weer, hello. Dan deze met 3 brilletjes erop. Dan deze boxed cards golden. Mensen commenten dus, ik weet niet of dat hierover ging, maar dat bepaalde kaartjes had ik gefilmd en die kon je dus blijkbaar ook bij de Action kopen. Ik weet niet of dat deze waren, maar er zat over zilver. Anyway, ik heb deze gekocht. Misschien kan je ze bij de Action, ik weet het eigenlijk niet. Best wel zwaar ook om mee te nemen. Maar ik vond ze wel leuk. Dit zijn echt blanco kaarten. Dus eentje met hello, maar de rest zijn allemaal met stipjes en streepjes. En ja, ik hou ervan. Dan heb ik nog een soort van semi-blanco kaarten. Dat zijn thank you cards. De So Very Thankful. Minty met wit. En deze hele leuke thank you. Soms is zo'n kaartje iets pas gepaster dan helemaal blanco. En dan had ik nog, dit komt uit Valentijns, dit was in de sale. Valentijns doos. Er staat wel Happy Valentine's Day, maar You were born to sparkle, you're magical, you're one of a kind. Dit zijn ook van die leuke kaartjes die je ergens bij kan doen. Goed, dus ik heb weer een voorraadje, want ik liep hier echt tegenaan. Zeg maar, op een gegeven moment was onze stijtje op en ik denk dat ik wel 6 keer... De situatie had van, ik heb geen kaartje om erbij te doen. Oh, en dan moest ik gewoon een papiertje pakken, weet je wel. Dan denk ik, ik vind het wel leuk om een kaartje erbij te doen. Even serieus, hoe lang duurt deze shoplog? I know, right? We zijn er bijna. We gaan nu naar de spellen. Voor wie de vlogs volgen, wij zijn gek op spelletjes. Wij zijn echt helemaal verslaafd aan bordspellen. Dus we houden van gamen, zeg maar. Maar als er mensen hier zijn, bezoeken, wij gaan altijd spelletjes spelen en... Ja, ik hou er gewoon heel erg van. En we hebben best wel wat spelletjes gekocht. Want in Amerika kan je best wel veel leuke spellen vinden die we hier niet hebben. Of versies van spellen die hier niet te koop zijn. Alright, ons favoriete spel op het moment is Exploding Kittens. We hebben echt letterlijk iedereen om ons heen verslaafd gemaakt aan het spel. Het is zo leuk.
mocht je het niet kennen, het is zeg maar het grootste Kickstarter-project wat het meest binnen heeft gehaald ooit, geloof ik. Ik geloof dat zij 100.000 wilden binnenhalen en 9 miljoen hebben binnengehaald of zo. En ze zijn degene die dat hebben getekend, dat zijn de tekenaars van Cyanide and Happiness, geloof ik. Nee, wacht, dat klopt niet wat ik zeg. Nee, degene die dat tekenen zijn degene van The Onion. Volgens mij klopt het wat ik nu zeg. Ik weet het niet meer. In ieder geval, het is helemaal leuk. Ik heb het toen voor mijn verjaardag cadeau gehad van vrienden en wij zijn helemaal om. Nou, daar waren mega veel extra setjes voor Exploding Kittens. Nou, wij dachten echt, wat is dit? En ik weet dat er een Not Safe for Work versie is, maar dat is eigenlijk in principe gewoon hetzelfde als de gewone Exploding Kittens, maar dan met kaartjes die dan zeg maar Not Safe for Work zijn, maar gewoon echt mega grappig. Nou, Gregor heeft heel goed gekeken, want sommige waren dan het spel, gewoon het spel plus iets erbij. Nou, het spel hebben we natuurlijk al. En sommige waren echt een extensie of een nieuw spel. Nou, als eerste deze. We hebben Imploding Kittens. This is the first expansion of Exploding Kittens. Het staat er ook, dit is niet een los spel. Dit is een expansion. Dus dit is zeg maar, dit is wat we, dat we dachten, oké, dit hebben we nodig. En dan hebben we Exploding Kittens Party Pack. Hier zit dus het originele spel in, expansion en 10 nieuwe kaarten. En Foef zei, nou ja, die moeten we echt hebben. Terwijl ik had zoiets van, hé, maar we hebben het spel toch... Ik weet niet, hij heeft het helemaal uitgezocht. Hij zat echt in de winkel reviews te lezen van, welke wil je hebben ook? En nou, deze dus ook. Dan is er een ander spel waar wij mega gek op zijn. En dat is Cards Against Humanity. En Cards Against Humanity is best wel een verschrikkelijk fout spel. Laat het zo zeggen. Het is echt, het haalt het ergste hier naar boven. Mensen vinden het ook heel grappig om te doen. En wij vinden het heel erg leuk. Alleen, we hebben het zo vaak gespeeld dat we alle kaarten inmiddels al uit ons hoofd kennen ongeveer. Alle grapjes. En toen hadden ze ineens expansions. We hebben de green box en de red box. Er is ook nog een blue box, maar die was geopend al. En je zag dat de kaarten uit waren. Dus we hadden echt zoiets van, nee. En het is heel zielig, want we zagen op een gegeven moment dat iemand dat doosje ging afrekenen. En toen viel dat doosje ook nog eens open, omdat hij al geopend was. En al die kaarten overal. Ik dacht, oh. Dus blue is dat de enige die we niet hebben. En ja, ook dat spel kan ik van harte aanbevelen als je houdt van spelletjes. En dit is een beetje een soort van, het wordt niet voor niks a game for horrible people genoemd. Dan hebben we Backpack Hangers. Dit is een speeltje van Exploding Kittens en er zit ook een kaart bij. Dit is een soort van funny dingetje. Dan hebben we een extensie voor Cards Against Humanity en dat heet Chosen People Pack. Je had verschillende packs, maar deze, ja, die vonden we grappig. Dan een kleine expansion pack. Kijk hoe leuk hoeveel versies er zijn. Ik bedoel, ik vind het zo leuk dat dit gewoon te kopen is bij Walmart en zo. Echt gewoon, dit is de Geek Pack. En dit heeft weer met spelletjes en zo te maken. Dat is ook natuurlijk ons ding. En hebben we er nog één. Dit vonden we zo grappig. Dit is de Hidden Compartment Pack. Van Exploding Kittens plus Cards Against Humanity. Dit zijn kaarten die in allebei de spellen kunnen. Onze twee favorite games combined. Dus ja. Dan van de makers van Exploding Kittens hebben we dit spel. Het is Bears vs. Babies. Ik had er best wel veel over gehoord. Ik vroeg me af of het wel leuk zou zijn. Want hè, weet je wel, je kan misschien wel succes hebben met één spel. Wie zegt dat de tweede net zo leuk is? Maar hij schijnt wel echt heel leuk te zijn. En het zit ook in een furry doosje. En ja, ik ben heel benieuwd. Het schijnt dus als je Exploding Kittens leuk vindt, dat deze dan ook echt wel op hetzelfde niveau is. Dus we zullen zien. Dan hebben we What Do You Meme. Die heb ik ook best wel vaak online gezien. En dat zijn dus eigenlijk, het is een soort van Cards Against Humanity, maar dan met kaartjes met memes erop. Een adult party game voor meme lovers. Games waarop staat adult party, dat zijn over het algemeen spellen waar ook wel bijvoorbeeld scheld worden of gewoon foute termen worden gebruikt en zo. Dat betekent niet per se dat een pornospel is of zo, maar meer van, voor een kind misschien te grof, zeg maar. Maar dat vinden wij leuk. Ja, weet je, we zijn volwassen en we hebben allemaal volwassen vrienden en we spelen dit gewoon altijd. Ja, vinden we gewoon leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat je dit moet spelen met vrienden die ook into memes zijn en zo. En ook van die geeky mensen zijn zoals dat wij zijn. Dan hebben we nog een spel. Joking Hazard. Dit is van Cyanide and Happiness. Voor degene die dat niet kennen, het is een hele grappige strip. Tekeningetjes, ook weer fout. Heel grappig. En een offensive card game from Cyanide and Happiness. En daar maak je zeg maar zelf comics mee. Dan Midnight Taboo. Unspeakable Late Night Fun. En dit is adult content. Nee, sorry. Het lijkt net alsof ook hoe je dit eruit ziet. Maar
Dit gaat dus bijvoorbeeld over vieze woorden. Er zit een kaartje in en staat er moist, dry, cake, sticky. En echt, het gaat over vieze woorden. That's our thing. Gewoon gore woorden. Maar goed, dus dat vond ik wel grappig. En hebben we nog een game en die hebben we cadeau gehad van vrienden voor kerst in Amerika. En zij vonden dat dit helemaal bij ons paste. En het ergste is nog, ik heb staan twijfelen over dit spel, maar uiteindelijk hebben we het niet genomen. Omdat we zoiets hadden van, we hebben er al zoveel. Toen hebben zij deze cadeau gedaan. Zij wisten het niet, hè. Vet grappig. Dirty Minds, the game of naughty clues. Dit gaat zeg maar over that's what she said, grapjes en dat soort dingen. Dus ja, dat vinden we leuk. Goed, dan komen nu de allerlaatste dingetjes. Dit zijn echt de meest random dingen die bij geen ene andere categorie passen eigenlijk. Als eerst deze cookie cutter Christmas lights. Het was natuurlijk kerst toen we daar waren. We hebben best wel veel naar de kerstdingetjes gekeken en zo. En dit zijn koekjesvormpjes met lampjes eraan. Leuk voor volgend jaar kerst. Deze mini walkie-talkies, die vonden wij heel grappig. Want daar kan je best wel een lange afstand mee walkie-talkieën met elkaar. En toen dachten we, misschien hebben wij dat wel nodig voor hier in huis. Jij een walkie-talkie, ik een walkie-talkie. Terwijl de een hier op de bank ligt en de ander boven. Hey, kan je dit en dit brengen? Prima. We doen dat ook wel eens op WhatsApp. Maar ja, ik weet niet, we vonden het wel grappig. Dan, dit is meer Gregor's ding, maar deze Super Mario Party Pack. Dit is een pack met allemaal Mario dingen die je kan ophangen. Zo'n sliert voor je verjaardag of whatever. En dan kun je zelf met letters en cijfers iets maken. Ze hebben zoveel leuke feestdingen. Het is echt niet normaal. Als je ziet ook gewoon alleen al die metallic bordjes, rosé, goud en alle kleuren van de regenboog. Dat je echt denkt, wat is zo leuk. En tot slot heb ik een boek gekocht. En die heb ik op het vliegveld gekocht op de weg naar huis. Dat is deze. Breaking Free, How I Escaped Polygamy, the FLDS Cult and My Father Warren Jeffs. Nou, wie mij volgt weet dat ik een soort van obsessie heb met bepaalde sectes. En dit is er één van. En ik ben nu op de helft. Ik heb in het vliegtuig zitten lezen. En het is echt al zo good, zeg maar. Dit is een waar gebeurd verhaal. Als ik hem uit heb gelezen, zal ik ze zo in mijn vlog wel even vertellen wat ik ervan vond uiteindelijk. Maar dit is een ingrijpend boek. En it's good. I like it. Goed, dat was hem. De shoplog van Amerika. Oh, ik echt... Weet je, ik weet het. Veel. Veel geshopt. Eigenlijk wilde ik dus nog sportschoenen kopen. Niet gelukt. Ik heb sowieso geen schoenen gekocht. Ik heb geen tassen gekocht. Kleding. Ik heb vooral eigenlijk joggingbroeken gekocht. Of yogabroeken gekocht. En twee truien. En nog een trui. Ja, en vier truien, zeg maar. That's it. Het is vooral beauty, vooral spellen. We hebben veel spellen. En stickers en dat soort dingen. Het is echt meer kleine dingetjes. Dus ja. En mocht je afvragen, waarom koop je zoveel? Dan denk ik, oh, Amerika kopen, why? Het is gewoon, wij vinden het gewoon echt heel leuk. Het is echt onze leukste favoriete activiteit in Amerika gaan. Om daar gewoon lekker uitgebreid urenlang door de Walmart te lopen. Ik heb dat ook gefilmd bijvoorbeeld, mocht je het nog niet hebben gezien. Ik heb een uur in de Walmart, nee langer dan een uur trouwens. De Christmas Special was dat. Het is gewoon, de Christmas Special is volgens mij 120 minuten of zoiets. En ik dacht echt, nee trouwens niet hoor. De Christmas Special is volgens mij een uur en 20 minuten of zo. En ik dacht echt, dat is gewoon net als een speelfilm als het ware. Dus als je iets hebt van, ik wil lekker een film kijken. Je kan ook de Walmart video kijken. En dan heb ik een Target video en dan heb ik een Sephora. Weet je, gewoon, ik hou daar heel erg van en... het is lastig uitleggen, maar ik heb me recent ook beseft dat... Waarom winkel ik zoveel in het buitenland? In het buitenland, als ik winkel, niemand kent me daar. Niemand herkent me. Niemand let op me. Het voelt heel erg... Ik weet niet, in Nederland... Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik kan soms niet echt meer naar een winkel gaan... Zonder dat mensen achter me aan gaan lopen of om me heen gaan hangen. En ik vind het gezellig als mensen naar me toe komen. Dat sowieso. Ik vind het sowieso leuk als mensen hoi komen zeggen. Of praatje, een fotootje. Maar ik word er altijd heel ongemakkelijk van als mensen achter me aan gaan lopen. Met hun camera. Zonder wat te zeggen. Weet je wel? En dan de hele tijd. En daarom is winkelen in Nederland is voor mij gewoon soms niet eens echt een hele leuke ervaring of zo. Maar het is niet erg. Zo is het eenmaal. Maar juist daarom denk ik dat ik er zo 100.000 keer meer van geniet om bijvoorbeeld in het buitenland te winkelen. Omdat ik dan gewoon, weet je wel, ik kan dansen in de winkel en niemand heeft enig idee wie ik ben of waarom. Weet je, ik heb een camera, maar ik ben een toerist, weet je wel. Dus ja, weet je. Dus dat. Vandaar. En ik hou gewoon van Amerika en de Target en de Walmart. Hallo, het is gewoon vet leuk.
Goed, zoals je ziet ben ik goed geslaagd met shoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken naar mijn shopvideo, shoplog. Laat even achter wat je het leukste vond van wat ik heb gekocht. Dat je denkt, nou dat had ik zelf ook kunnen kopen. Dat vind ik het allerleukst. En als je ergens nog benieuwd naar bent of zo, let me know. Ik denk dat de beautyproducten wel bekend zijn, maar there's more. Goed, bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer.